Yo mensen van Gamerstown, mijn naam is Koen Vivanel en welkom bij de tweede aflevering van het beste Eredivisie-team. Ik weet niet waarom ik zo doe met mijn handen, maar ja, het zal wel. Vandaag gaan we met de Graafschap spelen. Vorige keer was het dus Cambuur. Heb je de eerste aflevering nog niet gezien? Ga je dan zeker even kijken. Linkje zal in de beschrijving staan. En ja mensen, ik zal je even het team laten zien wat ik met de Graafschap heb gemaakt. Hiermee gaan we eens proberen om de Gouden Cup te winnen. Het is gewoon best shit. Ja, daar ben ik gewoon eerlijk in. Maar ja, de Graafschap staat nu ene laatste in de Eredivisie. Vandaar dus ook dat we nu met de Graafschap spelen als tweede. Maar ik denk dat de Graafschap best ver kan komen in dit toernooi. Als je hier zo ziet, Peters, Kabas, Selig, ik weet niet hoe je zijn naam uitspreekt. Maar hij heeft best veel pace. Deze ook. Redelijk gewoon. Dus ja, we gaan eens kijken wat we hiermee kunnen gaan doen in de Gouden Cup. De vorige aflevering was heel goed bevallen. Had ik gezien. Dus ja, ik heb er gewoon heel veel zin in weer natuurlijk in deze nieuwe aflevering. Ik hoop jullie ook. Doe zeker even dat blauwe duimpje omhoog. En ja mensen, laten we gewoon gaan beginnen. Oké, de eerste tegenstander is gevonden. Hij heeft echt een goed team. Hij heeft een Serie A team met wel random Tevez in de spits. Hij heeft grotendeels Juventus team. Op 3 spelers na zijn aanvallers. Maar mensen, dit gaat lastig worden, want zijn team is heel goed. Oh ja. Zijn keeper is uit zijn goal. Oei, schiet ik hem net over. Dit was best een grote kans, moet ik zeggen. Kabas, Sele of zoiets was het. Maar ik denk dat hij nog wel voor gevaar kan zorgen deze wedstrijd. Gooi maar in dat balletje. Kap hem uit. Kom maar weer met een voorzetje. Dat is een heel goed voorzetje. Kaak, krijgt hij de bal en hoe schiet je die over, Kaak? Dat was dé mogelijkheid om op 1-0 te komen. Maar ja, een bronzen speler. Alsnog denk ik dat hij erin had genomen. Jongen, niet daar naartoe, jongen, Kaak. Nee! Oh mijn god, die Kaak verneukt het zo hard! Geeft hij weer een foute paas, jongen. Oh mijn god. Hij komt gewoon te heel onverdiend op 1-0. Ja, lekker. Peters. Oh, Peters, die had je wel mogen maken. Kabasele, maak af, jongen. Oh mijn god, dan zit het ook niet mee, hè. Schieten we ook weer op de paal. Tarfi, hier hebben we heel veel ruimte. Geeft er, ja, wat een lopenactie, zeg. Kabasele maakt 1-1. Ik zei het, dat hij wel goed was. En dan maakt hij gewoon 1-1. Dit is echt verdiend. Want wij zijn gewoon beter met de Graafschap dan zijn Serie A-teampje. Het is een beetje geluk hoe ik hem meekrijg, geef ik toe. Maar hij werkt hem gewoon mooi af. En het is gewoon heel verdiend. Dus 1-1. Oh ja. Kom maar, maak maar gelijk de 2-1, joh. Kabasele. Kabasele. Oh, ja. Nee! Oh, nee! Nee, ik wilde geen lopje doen. Oh, mijn god. Diemers. Wat de hel? Oh, mijn god. Ik hield de L1 in om van speler te wisselen, omdat Iezus sloom is. En dan gaat hij op de lat. Oh, mijn god. Dit meen je toch niet? Ik had gewoon nog 2-1 kunnen maken voor rust, joh. Oké, het is rust. En zoals je ziet, ik heb 7 schoten. Hij heeft er 5. Toch nog meer dan ik had gedacht, maar hij heeft best wel wat longshots. Ja, een paar longshotjes. Maar ja, ik vind dat wij gewoon beter zijn. Ik vind echt dat wij beter zijn, oprecht. Onze passingnauwkeurigheid is ook veel beter. Dus hopelijk kunnen wij nog winnen de tweede helft. Ik denk het wel. We gaan het zien. Oh nee. Oh nee. No, Boma. Boma blokt daar het schot voordat Higuain hem net nog binnen kan tikken. Want Higuain is er net ingekomen. Ondertussen heeft hij een corner, maar die weten wij uit te verdedigen. Nee, Kedira. Nee, Kedira. Oh, maakt die 2-1. Onverdiende bullshit is dit, jongen. Wat een bullshit, jongen. Komt hij door met zijn fucking verdedigende middenveld? Ja, 1 kansje. Oké, kom op. Deze aanval moet toch een keer goed gaan worden, jongen. Kom op, Kabasele. Oh, jongen, wordt er voor gezaagd. Ja, vrije trap, dat dacht ik, ja. En een gele kaart voor Barzagli. Let's go. Ja, wat heb je nou voor een rare aanloop? Ja, ik zal hem wel met hem moeten nemen. Ik ga hem gewoon volrossen. Tarfi! Wat de hel? Ik ram hem gewoon zo hard. En hij gaat er gewoon in. Hij gaat er gewoon in, joh. Ja, dat is een speler. Dat is nou echt de ultra karma. Dat je een speler op de lijn zet. Want dan krijg je dit soort dingen. Tarfi. Ik ram hem gewoon vol om de muur heen. Oh nee, ja. Keeper doet hem tegen de paal. En hij gaat erin. Let's go. 2-2. Ja, en we gaan dus verlengen. Want de scheids heeft afgefloten. Hij heeft wel wat meer schoten gehad inderdaad. Maar kijk wat voor schoten ook. Soms heeft hij echt gewoon random longshots. Kijk maar op dat kaartje.
Maar ja, ik hoop dat we dit kunnen winnen, want het is lastig, dat weet ik, maar het kan in theorie. Hoor, heerlijk aanvalletje. Diemers. Oei. Ja, oh mijn god, nee. Nee. Mijn 120ste minuut. Gaat hij hier nog door zijn benen? Oh mijn god, ik heb hier geen woorden voor. Dit moet een aftrap solo worden. Nee, ja, hij fluit er gewoon meteen af. Hij fluit ook gewoon meteen af. En zo liggen we er in de eerste ronde uit. Wat ben ik toch slecht? Wat ben ik toch slecht? Of wat zijn mijn spelers slecht? Tarfi is gewoon man of the match. Heel raar. Zijn keeper heeft 10 reddingen. Mijn keeper heeft 4 reddingen. Ja. Ik zei het jullie. Ik was beter. Met mijn De Graafschap team. Ik snap sowieso niet hoe ik dan tegen zo'n team kom. Maar ja mensen. Ik ga niet meer klagen. De Graafschap is dus gewoon het slechtste team. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar ja. Volgende aflevering gaan we met Excelsior spelen. Nu staan die boven Willem 2. Want Willem 2 is een plekje omlaag gegaan. Maar... ja, toen ik de stand maakte, stond Excelsior eronder. Dus volgende aflevering gewoon Excelsior, mensen. Ik ga weer een teamje bouwen voor de volgende week. Dus ik zie jullie gewoon later, mensen. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Doe zeker even een blauw duimpje omhoog. Kijk ook op mijn kanaal. En mensen, ik zie jullie gewoon bij de volgende keer. Dus later.